Goedenavond allemaal, wij zijn hier voor een opdracht van gevondenfloor.nl. Hier hebben wij twee waterratten in het water. Die zijn druk bezig om de ring van een man terug te vinden. Die is hij gisteren met het zwemmen verloren. Aan de rechterkant hebben wij Aida. En aan de linkerkant, zoals u hier ziet, hebben wij Jan-Pieter Posma. Gaan ze de ring terugvinden? Dat is de hamvraag. Aida Louis heeft een mooi signaal. Het wordt even spannend. Jan-Pieter die heeft net even geschept. Hij is nog steeds bezig met scheppen. Ze hebben een hangertje gevonden. Maar dat is jammer genoeg niet de ring. Ik heb mijn hart wel teruggevonden. Een mooi hartje, een groen mooi hartje. Dat wil ik even controleren inderdaad, dan haal ik de schijf er even bij langs. Hier kan het niet bevatten. Nou, we gaan langzaam naar Jan-Pieter toe. Jan-Pieter die heeft een heel mooi signaal gehad. En hij scoopt. Super man. En wat heeft Jan-Pieter daar in zijn handen? Succes! Holle! Succes! Nou, even filmen dan, Dreef. Hier komt de eigenaar. En nou, kijk, is dit hem? Dit is hem zeker. Kijk, hij gaat er zeker overheen. En hij is weer terug bij de eigenaar. Oh. Kijk, dat is mooi. Onvoorstelbaar, jongens. Ja, soms moet je geduld hebben. Ja, we hebben wat metertjes gemaakt. Dankjewel. Oh, jongens, echt. Gewoon echt trillen, jongens. Had je hem nog gedacht? Nee, ik had het niet gedacht. Nee. Tuurlijk, wij wel. Wij geven niet zo gauw op. We hebben niet zomaar op. Ja, dat is wel super mooi, hoor. Dat is echt bizar, jongen. Nou, kijk, daar doen we het voor. Echt. Gelukkig zij. Ja. Met je telefoon, met je portemonnee. Ja. En je ring. En mijn ring. Hij is weer terug. Oh, dit ken ik, dit. Ja.